allemaal, dit is vandaag een extra video voor jullie waar ik het onder andere over ga hebben over een postadres waar je pakketjes op naar kan sturen en een nieuwe winactie en misschien ook nog wel over een meeting, dus blijf kijken. Nou, als eerst over het postadres. Heel veel van jullie die vragen altijd van ik heb een tekening gemaakt, ik heb een pakketje voor me, waar kan ik me naar opsturen? Gelukkig zit ik bij een mediabureau, dus hoef ik niet mijn privéadres bekend te maken, maar dit is zeg maar het postadres, komt nu in beeld waar je naar je pakketjes op kan sturen ten naam van Fline Hooy of Fline de Jonge, zeg maar. Dus ik zie jullie pakketjes heel graag tegemoet en misschien maak ik hier nog wel eens een extra video over. Dan heeft iemand een keer iets leuks verzonnen, namelijk de hashtag HooyFabFamilie had ze verzonnen. Nu vind ik het heel leuk om een hashtag te gaan gebruiken onder mijn foto's. En als jij een keer een foto hebt gemaakt, een edit of iets, en die zet je op Instagram, om dan ook de hashtag HooyFamilie eronder te zetten. Maar ik dacht, het is leuker om de hashtag HooyFamily te doen, dus op zijn Engels zeg maar. Ik zet even in beeld even hoe je het schrijft precies. En hier ga ik gelijk een winactie aan vastmaken, namelijk in samenwerking met het Instagram account de paardenhaarsieraad. Zij gaat een armbandje beschikbaar stellen die jij dan kan winnen, namelijk door mee te doen met de winactie. Hoe doe je dat? Even in de beschrijving vertellen of je hashtag HooyFamily een leuke vindt. Of als je een andere hashtag hebt om ook hierin te vermelden. Zo doe je eigenlijk meteen mee met de winactie. En die zou ik dan in een paar weken bekendmaken. Allemaal even natuurlijk paardenhaarsieraad op Instagram volgen. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. En zo maak je kans om van jouw eigen paard, zijn haar of je lievelingspony zijn haar een armbandje te winnen. Deze winactie wordt speciaal gedaan omdat ik bijna 15.000 abonnees op YouTube heb gehaald. Superveel. En ik heb ondertussen ook al 1 miljoen weergaves gehaald. Oh my god, 1 miljoen. Superveel. En ik heb de 10.000 abonnees op Instagram gehaald. En daar ben ik natuurlijk ook super blij mee. Zodra ik de 15.000 abonnees op YouTube heb gehaald, dan ga ik een winnaar kiezen. En die wordt dan in een van mijn volgende video's bekendgemaakt. Als volgende wil ik heel graag een keer een meeting organiseren. Heel veel van jullie vragen hier ook om van is er een keer een manier hoe ik jou kan ontmoeten of zo. Nou, ik wil heel graag een keer in de lente of in de zomer een meeting organiseren bij mij op stal. Dat is in Bennekom. Moet ik wel even nog vragen naar staleigenares of ze het dan goed vindt. Maar het probleem is dus nog een beetje dat ik niet zo goed weet wat ik op een meeting moet doen. Het lijkt me heel leuk om bijvoorbeeld een fotoshoot te laten doen. Iedereen met Marley, iedereen bij elkaar, iedereen met mij. Maar ook om een keer iets van een puzzeltocht op stal te doen. Of een soort van vragenquiz, iets dat je een winpakket kan winnen. Een winpakket, een prijspakket kan winnen. Maar ja, het is toch altijd een paar uur zo'n meeting. En ik heb geen idee hoe ik die paar uur moet vullen om jullie zeg maar te vermaken dat jullie nog een leuke dag hebben. Dus laat ook even in de reacties weten of je nog leuke ideeën daarvoor hebt. En omdat Fline Hooy sinds kort een bedrijf is, heb ik ook een logo laten ontwerpen. Deze heeft mijn zus voor me gemaakt. Dit is het logo. Laat even weten wat je ervan vindt. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Dus als je dat logo ergens in wil verwerken, dan kan dat natuurlijk ook altijd. En hij staat ook op Instagram, wil je hem nog even rustig kunnen bekijken. Nou, dat was de extra video weer. Laat even alles wat ik jullie gevraagd heb achter in de comments. Oh ja, ik wilde ook nog even zeggen dat ik voortaan iedere dinsdag en zaterdag om 12 uur 's middags een video upload. Dus nu weten jullie precies wanneer een nieuwe video van mij komt. In plaats van dat ik random een keer ergens in de week een video upload. Dus dan kan je dat ook nog onthouden. En natuurlijk gelijk om 12 uur klaar zijn. Nou,